Zes. Zes kan je goed zeggen, hè? Zes. Ja, dat gaat voorzelf. Zes. Zo tussen negen en lippen door. Vijf. Ja. Vijf. Ze blijven wel altijd naar het hoekje luiden, omdat ze een beetje bang zijn voor je. Ja. Dan schrikken ze. Ze schrikken van je handjes. Ze zijn heel groot door het glas. Ja, even zitten erop. Ja, ik vind het wel mooi, hè? Kijk, zoals we. Kijk, ik zit allemaal niet. Het is levend, hè? Ja, en het beweegt zo, hè? Ja. Dat is mooi. Wijs dan nog eens een keer voor papa. Waar zijn alle vissen? Waar zijn alle vissen? Niet slaan, niet slaan. Waar zijn alle vissen? Dat zijn planten, dat zijn toch geen vissen? Niet doen. Nee. Nee, ook niet aanstellen. Oh, is dat zo? Niet van onderwerp veranderen. Een leuke trui? Mama, ja, kijk, mama is er. Ja, la. Chocola. Ja? Het is nou uitgeslapen ook, hè? Papa. Maar s'avonds begint ze meestal druk te doen. Ja. Dus gisteravond ook, wist niet hoe ik het had. Ja. S'avonds is ze heel actief. En overdag is ze gewoon heel slaperig, heel dromerig. Kijk, hè? En dan s'avonds komt ze tot dat is een bruine plant. Ja. Dat is een groene plant. Dat is ook een groene plant, zie je? Maar ja, dan moet ze die is heel groot. Ja. Die is groter vergeleken met die, zie je dat? Kijk, heeft dat. Is het volgens mama hetzelfde? Ja. Zie je dat? Ja. Eén. Laura? Laura? Hoi. Daar gaan we weer blijven aan toe. Ja. Glijbaan? Nee, er zijn meer kindertjes daar. Kijken. Goed gezien. Je ziet alles op afstand. Ja, we gaan naar de glijbaan toe. We gaan er naartoe. Kijk, dat zijn van die wipdingetjes. Lekker dik bij huis. Loopt heel slecht van de glijbaan. Oh ja? Zijn ze hoger en dan vind ik dat eng. Ja, ja. En dan gaat hij ook een beetje meer zo. Maar er zijn er ook die hoger zijn die. Ja, dat vind ik een beetje gevaarlijk. Maar dan kan ze heel veel met. Ja. Het is voor de hele vleetjes. Houd die grijns van je gezicht. De wip nou daar. De wip nou, die is net niet zo slecht voor haar, denk ik. Houd ze om. Kijk, ja, mama met mama gaat schommelen. Oeh. Hey, jongen. Klein voor, denk ik. Ballonje. Mama schommelen. Kun je mama schommelen? Ze denkt het niet zelf. Ja, wat ze nou wel ook in de gaten heeft, dat zijn die apparaatjes bij ons op de Puppelweg. Ja. Een beetje als een autootje. Ja. Oh. Elke keer ze langs rijden. Ik zeg, ja, dat is dan een autootje. Hup, en dan snel voorbij. Dan is het blijfje bezig, joh. Ja. Vind je dat een wipwap? Draai dan, denk ik. Laura, je kan je ook wippen. Ja. Gaan we even wippen? Kom op, dan. Ja. Ja. Is die voet erop? 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 Is die
Ja, kom maar. Kom maar. Ze is afgeleid. Zo snel als ze afgeleid, hè? Ja. Als ze maar iets hoort of zo, of iets ziet, dan... Ze ziet wat, dan moet kijken wat er gebeurt. Ze alles zien. Ga maar gooien, van de glijbaan af. Oeh. Nou ook, kom op dan. Hey, bal pakken. Jee, jee. Kom mama helpen dan. Mama handje, geef een handje van het proberen. 1, 2. Las laten. Zo, nee, die gaat ook niet glas. We moeten ze groene zeep op doen, Laura. Nee. Die glijdt helemaal niet, hè? Een beetje stroef of zo. Ja. Snap. Wat is het? Kom maar die maakt er niet uit. Dat hoor. Kom maar. Kom maar glijden. Handjes los. Zet je handjes op je buik. Zet je handjes op je buik. Mama. Zet je handjes op je buik. Kijk nou. Zo. Mag je straks lekker schoonmaken? Is het gewoon met zand? Ja. Gewoon even een doekje aan. Ja. De kraan. Boom. Stefan, denk dat ze kan wippen. Wip maar wippen. Oh, die kan ook links en rechts. Ja. Met 8 broers of zo. Ja, die gaat links en rechts, hè? Vai assim tão na promissão, na promissão. Vai assim tão na promissão, na promissão. A gema sraiante quiris uma pitin. A gema sraiante quiris uma pitin. Vai assim tão na promissão, na promissão. Masrayanche kiris ma pichi, je masrayanche kiris ma pichi. En wat toevallig die dag had ik dat gewoon voor. Ja, dat is maar goed gezegd. Ja, gezegd. Ja, en dan moet je zeggen waarom dan? Ja. Het punt is namelijk. Met deze mannen, want dat zijn drugsmannen toch? Oh jee, yeah, ja. Yeah. Oh, en die raaf, ja, weet je wat er nou gebeurt in Suriname? Ja. Transport of zo. Ze worden gepakt of gevangen voor export hier naartoe. Ja. En de, hoe heet het? Het is al steeds minder geworden, die beesten in Suriname. Ja. Het is maar het is beschermd, ja, maar ze worden toch gevangen. Ja, ja. En de populatie is nou wel een heel stuk minder. Ja, ja. Maar wat doen ze hiermee dan? Die voor exporten vinden ze mooi hier in Nederland. Mooi, mooi. In de raaf hier in je huis, dat vinden ze prachtig. Dat hebben ze voor niks. Die lui die vangen die dingen voor niks in het bos. Oh, yeah. Die verkopen het voor Europa. Ja, maar dat gebeurt ook wel. Maar... Kan ik kijken hoe ik tom-tom maak? Ja, 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 ja. Ja, want toen had ze me al geschreven en toen was Ricky daar. Ja, ik was het echt. Ja, en dan weet je wel de haat ze nog in. Oh ja, ik weet het. Doe maar wat ik wil doen hoor, ik weet niet. Oma, van wie heeft u leren koken? Ja? Van wie heeft u leren koken? Ik? Ja. Nou, gewoon. Nee, mijn moeder. Ja, ja. Ja. Hij zei, ik neem mijn moeder. Ja. En dan, ja. Oh, kijk, ja. Ik heb een huishouding gehad en dan... Ga je vanzelf een beetje experimenteren. Ja, ja. Ja. Bijvoorbeeld Carmen die houdt niet van koken, maar Aileen wel hoor. Ja. Ja. Ik zeg. Kijk, ze heeft zo'n gezond gezegd. Oh ja. Dan
Ja, laat maar zien, maar Mata. Dit is Suriname, de Mata. Heet dat Mata? Hoe heet dat weer? Waar je die Mata toch? Ja. Waar je die Mata of stamper en ja. Zo. Dit is de Hollandse stamp. Dit is de Hollandse stamp. En Regie doet het in een blender. Ja, lekker zacht hoor, want ja. Zij doet het ja. Met half rij. Ja, zo zie ik het ook als ik het eens zie. Ja. Ik heb Carmen gezegd, zij zegt ze doet het met groenen. Zeg nou, dan moet je een cassave. Ja, een ja. Beetje nu aan de dat ken je niet, hè? Dat kent ze niet, hè? Nee, ze is een leek erin, hoor. Pindasoep maken. Helemaal een leek. Tom. Tom heet. Ja, ja, pindasoep. Ja. Met pindasoep. De banaan, groene banaan. Lekker, ja. Met pindasoep, hè? Ja. Lekker. Surinaamse kost. Die zegt lekker, maar je weet niet of het lekker is. Ja. Pindasoep dus wel. Oh. Dat ken ik allemaal wel. Oh. Ah. Ja, pinda, maar die tom niet, hè? Nee, tom niet. Ja. Het is gewoon bananen. Het is net als Jan. Jan houdt van die soep wel, maar van die tomtom niet. Ja. Je weet een keertje thuis bij mij. Dat is familie. Ik lust alles. Ik vind het ook lekker hoor, tomtom. Ja. Salam. Camera's en... Video. Ja. Opnames maken. Mooi. Ah, dat is Schimmeltie! Hallo! Hoe is het? Arjen Brian. Die is een ander chinoek. Die zijn ook jaren. Ja, dan bootjes maken toch? Ja, dat ja. Klopt. Ja, maar ben je ja, dank je wel. Ook iedereen bedankt. Kom je dat verrassen met je wow. Ja. Een beetje super ook. Hoi Laura. Een beetje soep nog. Ben je nog soep? Ja, alles goed? Ja, Ja,
Vandaag 16 oktober 1998. Geef maar mama. Mama. Heb je nog weer wat drinken? Geef de schema mama. Heb je gezeten? Koffie, dankjewel. Kan ik nog wat lekkers voor jou inschenken, Lauwtje? Laat je wat te drinken? Mama, gelijk ook even een beetje... Kom eens, Lauwtje. Lauwtje. Wil je wat drinken? Ja, alles is dicht. Zachtjes, hè? Rustig, rustig. Rustig, oh-oh. Nou maak je te druk. Rustig, rustig, rustig. Je beker loopt niet weg. Even rustig bijkomen jij. Rustig. Doe eens om te rusten, Laura. Ja? Zo, even pauze, hè. Plakken, dan zoet dat fout. Dat is nat, hè? Ga staan dan. Mama, maar even een stukje van voor je pas. Slapen, hè? Je wil zo even lekker gaan slapen. Mama gaat eerst even een fruitpapje voor je maken. Ja? En dan ga je lekker slapen daarna. Goed? Ja. Kijk eens wat mama heeft voor je. Een stukje appel. En dan ga je zo slapen, hè? Afgesproken, Laura? Afgesproken? Want je hebt de hele dag nog niet geslapen. Hé, hey Rocky, weet je wat ik nou met haar een beetje wil aanhouden als we thuis zitten? Mm.
als ze 's ochtends ook wat fruit krijgt. Dus bijvoorbeeld na de douche of zo. Ja. Dat ze 2 stukjes fruit per dag krijgt, want dat is best goed voor je om het aan te leren. Dus als je snoep bij het ontbijt. En als je gewoon met koekjes gaat stoppen, ochtends. Ja. Dus als je van een appel zo'n stukje snijdt, eet ze 's ochtends zo op. Ja, dat is goed. Of een stukje peer of een kiwi. Voor dat. Want heel vaak slaapt ze ook bij nauwelijks middags in tijdens ze fruit krijgt. Ja. Dus dan vind ik het ook belangrijk dat ze 's ochtends al wat binnenkrijgt. Ga mee, ga een boekje lezen. Waar is de sinaasappel? Waar is het ijsje, ijslolly? Waar zijn de knoopjes? Waar is de schelp? Goed zo. Waar is de schelp? Nee, dit is een schep. Maar schelp. Ja, dat lijkt een beetje op elkaar. Dit is de schep. En dit is de schelp. Dit is een zuurstok. Andere bladzijde. Waar is de pop? Waar is de bloem? Omdat het zo licht is, zie je het bijna niet. Zie je het niet? Nou, dat roze niet, dat oranje net wel. Waar is de sok? Waar is de sok? Maar waar is de auto dan, Laura? Waar is de auto? Ja. Yeah. Waar zijn de aardbeien? Waar is de schaar? De schaar? Waar is de schaar? Nee, dat is een vork en mes. Kijk, dit is de schaar. Dit is de schaar. Waar is je krijtje? Waar is je waskrijtje? Dit is de krijtje, zie je? Waar is je tandenborstel? Goed, waar is je beker? Ja, ze heeft een ander oog. Die dingen, die tuinbeker ziet ze net niet. Dan ga even verder kijken. Vervoerd. Oké, waar is de boot? Waar is de tractor? Waar is je loopwagentje? Waar is de motorfiets? Wat een fiets een leuke bladzij. Waar is je driewieler? Waar is je fiets, je driewieler? Waar is de kinderwagen? Waar is de slee, Laura? Waar is de slee? Heb mama gisteren laten zien, waar is de slee? Nou? Vraag maar aan papa, waar is de slee, papa? Dit is de slee. Dan vindt die andere best wel leuk, Rob. Dat, vindt, ja. Dat spreekt haar meer aan met die speelgoed in haar. Deze? Ja. Waar is de step? Waar is de skateboard? Skateboard. Waar is de trekkikker? Waar zijn je rolschaatsen? Waar zijn de rolschaatsen, Laura? Oké, andere. Gaan we andere kijken. Zo. Ik heb het niet gezien als ik niet eens had. Ja, voor mij niet.
Nou, is hij hier gevallen? Gevallen. Gevallen, ja. Stop. Zo, kan jij mooi tekenen, joh. Laura, kijk eens hoe mooi Kira kan tekenen. Ja. Wil je even kijken? Ja. Kira is aan het tekenen. Zie je dat? Doe je stoel. De stoel? Ah! Ja. Kira, ga eens wat moois tekenen voor Laura. Ja? Ja? Wie? Ga je iets moois tekenen voor Laura? Nee, maar hij loopt al hele tijd. Eten! Eten! Juppie! Ben je zo'n vreedzakje? Ja. Ben jij zo'n vreedzakje? Ja, ik heb ook een nee? Ja, weet je dat nog? Ja, dat is zwaar wat. Nee. Ga maar even met Kira spelen dan. Nou. Maar hij zo oranje dan. Is dat aan je ook al? Nee, dat heb ik zelf. Dezelfde stoel? Dezelfde stoel. Oh, dezelfde stoel maar een andere kleding. Nee, hij is wel flitsend. Ja, vind ik wel gaaf. De kitchen kunstkamer. Heb je hetzelfde kleed als niet moeilijk? Sesamstraat. Dansen! Sesamstraat. Tot zo! Er komt nog een nummertje aan. Nog een nummertje. Ja. Ja. Hé, hey, luid. Hier. Wow. Stappen, Laura. Stappen. Maak er wat van. Maak er wat van. Als je ontevreden bent, dan doe er dan wat aan. Maak er wat van. Maak er wat van. Moet je wel eens kijken wat je allemaal niet kan. Mijn mooie speelgoed auto. De opwit weer gaan knappen. Adi? Ja! Kom je rijden? Naast je taboe. Hoe zet je hem in de regen? Andere kant op, die merk je van de schoenen toe. Draaien! Dan kan je de vinger in de kop draaien. Tot ze, klappen, klappen, klappen. Ik haal hem helemaal uit. Zoals in de echte garage doen. Laat ons mee, hoor. Kom, laat ons dansen, stop. Maak er wat van, maak er wat van. Een blauwtje. Ja, dan doen we dat wat dan. Maak er wat van, moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan. Laura is heel cool. Laura is echt cool. Laura gaat alleen maar dansen als ze pas wordt. Ja. Ik kan me niet meer plakken. Nou, kom, stappen. Het is ook hier, mooi. Nog een rondje, nog een rondje. Joepie. Ik ga echt dingen. Zomaar ineens kapot. Soms gewoon versleten, of je was er niet zuinig op. Ik zit in de broeken, ik zit in de broeken. Ik probeer wat van te maken, en ondertussen zingen wij voor jou dit lied. Maak er wat van, maak er wat van. Als je ontevreden bent, dan doe er dan wat aan. Maak er wat van. Ga weg, zet in beeld. Ja.
dan haar in de ton met een roepotje erom en de ton die viel in de vlees. Hé, je bent te vroeg joh. Artiest. Zo, wat laatste keer hè? Nee, laatste keer. Echt laatste keer nou, hè? Kom. Dan haar in de ton met een roepeltje erop. En de ton zit meer in de oktober. Meer? We zijn op bezoek bij